één testje om met 2,5. Heb je nog een testje? Ja, volgens mij 2,15. Want ik zie uw zoon gaat vanavond presenteren. Hoe denkt hij dat hij het gaat doen? Goed. Ja. Heeft hij veel geoefend thuis? Ja, hij heeft op school geoefend. Hij is zenuwachtig. Veel zenuwen vanavond? Nou, valt wel mee. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb helemaal niks dan. Het was een slechte repetitie. Hoe zeg je dat? Slechte generale, dus wordt het goed vanavond. Ik weet zeker, absoluut zeker dat Bas het kan. Ja. Ik heb alles 100% vallen, ja. Er komen volgens mij veel mensen. Is het helemaal uitverkocht? Nee, niet helemaal, maar wel bijna. Kijk eens aan. Kaartjes verkocht, dus ja, ze kunnen altijd nog kaartjes gaan kopen. Demi zal als eerste straks naar boven gaan. Demi kent de weg al. We hebben namelijk een hele moeilijke weg. We hebben hier een weg via de trap. Je gaat de trap omhoog één keertje. Als je hoge hakken hebt, ben voorzichtig, want het is altijd een beetje een gewiebel. Je gaat naar boven op de trap. Ik sta daar boven. En je wacht in het hoekje. Je loopt nog niet door, want dan ben je meteen een beeld. De meeste kinderen die ik die nu optreden, die ken ik wel. En ik weet dat ze er gewoon een paar bij zitten. Het zijn gewoon kanjes. Ja, wij zijn helemaal voorbereid. We hebben duidelijke taak natuurlijk vandaag. En we hebben er gewoon heel veel zin in. April 2014. De missie. De winnaar worden van de talentenjacht. De locatie. Een middelbare school in het centrum van Laren, Nederland. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de talentenjacht 2014. Zingen van Lucie Silva's What You're Made Of. Oh, wat leuk. En hoe kom je dat op idee om dat liedje te gaan zingen? Ik heb best wel veel gedoe meegemaakt dit jaar, dus dat liedje is een beetje die troost voor mij. Dus. Something will just not het ging dus zo. Ik liet zo'n liedje horen van Marco Borsato. En ja, dat heb ik al eerder gevonden. En dus dachten we aan elkaar. En toen gingen we het zingen. En toen, ja, werd het zo gebeurd. We hopen dat onze vriendin het heel goed gaat doen. Maar dat kan ze wel. En wie is jullie vriendin? Yves Derks. Met Esmee. Samen voor altijd zingen die toch? Ja, ja, klopt. En we hebben er heel veel zin in. Ja. Hebben jullie er al een beetje zin in? Ja, ja. En voor wie bent u hier? Voor Esmee. Esmee Blaas. Wat gaat zij precies doen? Zingen. En wat? Marco Borsato. Slapwijk. Ik hou van jou. Zenuwachtig of viel het wel mee? Nou, op het begin viel het wel mee, maar daarna wordt het wel erger. Ja, maar ik vind het wel echt heel spannend. Ik heb echt net al mijn make-up gedaan en het zit eindelijk goed, dus niks meer aan doen. Maar ik vind het wel echt heel eng, maar ook wel echt heel leuk. Ik ga speciaal voor Iris zingen, omdat hij mij vorig jaar zwaar verschut heeft gezet bij haar op het podium. Ze had me op het podium geroepen en dat was best wel gênant gewoon. Ik ben speciaal gekomen voor Sarah, die komt als eerste na de pauze. Dus daar ga ik me heel erg op verheugen. Ik ben Sarah. Ik ga een zelfgeschreven nummer spelen dat ik samen met Iris heb geschreven. Het is voor jou, Iris. But I can't explain 10,000 words how much.
of you. I want to. En waarom emotioneert het jou zo? Nou, omdat ze het speciaal voor mij doet. Nou ja, geef haar een heel groot applaus, Iris. Ik ga vandaag liedje zingen van Rihanna. No Love Allowed. I was flying to your monthly tour floor. Het is gewoon zo gek om dat te doen. Het is gewoon helemaal te gek. Ja. Het is wel spannend, maar ja, weet je. Gewoon gaan. Gaat echt wel goed komen. Vriendinnen gaan we met heel zorg en welzijn de cupsong doen. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Door de docenten eigenlijk. En heb je genoeg geoefend? Want de cupsong is natuurlijk niet het allermakkelijkste liedje. Ja, ik heb met vriendinnen heel veel geoefend. In het begin kon ik het echt totaal niet. Maar naderhand ging het eigenlijk wel steeds beter. Dus ik hoop dat het goed komt. Too far the whiskey, far away. And I'm sure you like some sweet company. And I'm living tomorrow, what you say. When I'm gone. Hoi, ik ben Kim. Ik ga hiphoppen op het nummer High in Your Love van Sharon Dawson. Hoe vond u dat het ging? Ja, hartstikke leuk. Ja, heel goed. Hoe vond je dat het ging? Goed. Ik sprak met je oma even en die was super trots op je. Oh, oké. Fijn. This is how the story went. I met someone by accident. Ik vind het ongelooflijk alsof ze al een zangeres is. Ja, jongens, geweldig. Ontzettend leuk. Wat ik er zo leuk aan vind, is dat je hier allemaal hele jonge kinderen ziet. Die aan dit soort dingen heel erg veel zelfvertrouwen ontlenen. Hoe gaat het tot nu toe, boven de regie? Volgens mij gesmeerd. Ja, gaat fijn. Ja. Marcel, hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. Verbazingwekkend goed eigenlijk. Gisteravond hadden we een hele slechte generale. Zoals het eigenlijk hoort. Maar nee, vandaag gaat het goed. Ik ga dansen. En wat voor soort dans ga je doen? Hip-hop. En heb je daar veel voor geoefend of ging het eigenlijk vanzelf? Er waren een paar mensen soms ziek, maar we hebben heel hard geoefend daarvoor. Brian en Bibi. Wij dansen op Hard Nights van Rio.
jury gaat nu vandaag. Sommige dingen waren heel moeilijk, want we gaan natuurlijk meerdere prijzen uitreiken. Dus sommige prijzen waren heel duidelijk en andere prijzen waren gewoon, lag sowieso allemaal heel dicht bij elkaar. Zijn jullie het allemaal eens geworden? Ja, heel erg. Ja, dus dat scheelt. Dat maakt het makkelijker. Hier is de Vice Godfather van College de Brink, Onno de Bond. Goedenavond. De prijsuitreiking voor de Talentenjacht 2014. Mevrouw van der Linden zei dat is het spannendste. Nou, misschien was het wel het spannendste voor de kandidaten om hier te staan. Spannend. In de categorie dans. Heeft gewonnen in 2014, en jij mag niet kijken, dat is Bibi, Sterre, Pierre en Brian. Gedaan omdat ze heel erg ziek is. En voor Giuliano omdat hij er toch vandaag bij kon zijn. Dan gaan we naar de tweede prijs. Zang. En die is gewonnen door Fleur. Jeetje, lieve Fleur. Voor jou ook een dikke zoen. Harte proficiat. Dan, spannend, de eerste prijs voor de Talentenjacht 2014 is gewonnen door Danielle. We mogen er niet bij, ze zijn zo blij met elkaar. Want meneer de Bond, deze wisselbokaal die gaat ook naar Danielle, de veelbegeerde... Zang, wisselbokaal van College de Brink gaat naar Danielle. Alsjeblieft. Nog een applausje voor Danielle. Sarah Last, je wint de Jan Blauwgeersbokaal. Wel, mevrouw Strijdhorst. Wat gaat er nu door je heen dat je gewonnen hebt? Ik vind het echt superleuk, echt. Had je het verwacht? Nee. Nee, dit is echt. Iedereen kwam ook voor je op het podium. Hoe vond je dat? Superleuk, ja. Echt leuk. Super gefeliciteerd. Fijne avond nog. Dankjewel. De Jan Bouwgeersbokaal, hoe vind je dat? Ja, ik wist niet dat hij bestond, maar eigenlijk ben ik er nog blijer mee dan met de eerste prijs. Echt. Wow. Je hebt het supergoed gedaan en daarom deze. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, ik vind het helemaal fantastisch. En vooral omdat ik zoveel leerlingen uit mijn eigen klas heb gezien. Ik ben helemaal blij. Je bent tweede geworden in zang, had je het verwacht? Ja, nee, echt niet. Ik ben echt heel erg blij. Hoe trots zijn jullie? Ja, geweldig. Dit is echt super. Ik had er een beetje op gehoopt. Nou ja, ik weet wel dat ze goed is. Dus ja. Ja, ik had het niet verwacht, maar wel verdiend. Heel trots op haar, super. Ja, ik vond het geweldig. Het was een leuk publiek. Iedereen deed leuk mee. Het ging in het begin wat moeizaam. Maar hoe verder we gingen, hoe beter het ging. Dus ja, ik ben heel trots op deze avond. Ja.